ben Lennart van Steenkisten, student sport en bewegen. Vandaag zal ik samen met jullie een kijkje nemen hoe de sportdienst in mijn gemeente in zijn werking gaat en wat ze zoal aanbieden voor de sportievelingen onder ons. Hallo, ik ben Gemma Jong en ik heb 8 jaar tennis gedaan. Ik vond dat eigenlijk niet meer zo leuk en ben ik dus naar de sportdienst geweest. En daar heb ik eigenlijk kennis gemaakt met allerlei verschillende sporten. En nu zit ik in een sportclub en doe ik ook soms mee aan danslessen. En eigenlijk via de sportdienst, zonder de sportdienst zou ik waarschijnlijk niet meer aan sport gedaan hebben nu. Sportinfrastructuur beschikt over 3 grote voetbalvelden en 1 klein voetbalveldje. Met daar rond een mooie looppiste die ongeveer 1,5 kilometer lang is en die zeker aan te raden is voor een rustige bosloop. Naast een voetbalveld en een looppiste beschikken wij ook over 3 petankevelden die vooral in het weekend voortdurend worden gebruikt. Wij beschikken natuurlijk ook over een grote sporthal waar er veel variaties van allerlei sporten mogelijk zijn en die de jongeren zeker in deze omgeving aantrekken om aan sport te doen. Het badhuis is iets waar ik zeer trots op ben, omdat het zwembad het meeste wateroppervlakte heeft van alle Vlaamse steden. En sinds vorig jaar is het erkend als monument. En het is daar zeer leuk om te gaan zwemmen. En als je zegt badhuis, dat kent iedereen dat wel.